Zo hard mag ik van Bart nooit duwen. Nee, dat zeggen, alle mannen hoor. Hallo, goedemorgen allemaal. Het is dinsdag vandaag. Nee, het is Michael Jackson muziek vandaag. Oh, ik dacht zo, is het geen dinsdag? Jawel toch? Ja, dinsdag. Ja. We konden niet wakker worden, dus we dachten even een muziekje erbij. Jij. Ik, ja, oké, ik. Ik eet vandaag even broodjes met pindakaas. Het brood is trouwens wel echt heerlijk. Deze heb ik gisteren al gekocht. En ik maak even DKV koffie. En dan ga ik snel de vlog editen van gisteren. Want gisteren heb ik dat dus laten wachten tot einde middag. En toen kwam ik nogal een beetje in de stress. En heb ik niet zo zin in vandaag. Dus ik wil dat gewoon als eerste gedaan hebben. En dan kan ik daarna wat andere dingen doen. Ik wil namelijk vandaag gaan uitzoeken of ik van zorgverzekering moet veranderen. Wat is nou eigenlijk de beste zorgverzekering wanneer je zwanger bent? Nou, dat ga ik vandaag even uitzoeken. En daarna ga ik met mijn overgebleven tijd leren. Want ik heb sinds gisteren echt enorme twijfels. Enorme twijfels. Of ik nog wil blijven vliegen, omdat het leren zo slecht ging. Echt waar, ik opende de app. We hebben dan een speciale app waar je je flight safety kunt leren. En het ging zo slecht. Dus ik dacht van, oké, ik heb hier nog een maandje voor om dit te leren. En dan moet ik echt een maand zoveel tijd in gaan stoppen. Dat ik het eigenlijk gewoon bijna zonde vind van mijn tijd. Want ik heb gewoon zoveel andere dingen te doen. Ja, dus... Zet me wel even aan het nadenken. Daar moet ik echt wel even de komende dagen goed over na gaan denken. En ook gewoon gaan leren, want dan kan ik even ervaren of ik er nog een beetje in zit. Nou, hey, vinden jullie mijn hoedje? Ik kreeg dit net van een PR-bureau opgestuurd. Deze. Super lief, voor mijn verjaardag nog. Wel een aantal dagen te laat, maar ach, hè? Beter te laat dan nooit. En een cadeautje. Geen idee wat het is. Ga ik even uitpakken. Een... roze pen! Oh, daar zijn we natuurlijk super blij mee met roze pennen. Ja, doet hij het? Ja! Thank you! Zo, nou, ik heb gespeurd en gespeurd. En ik ben er over uit. Ik hoef in principe geen andere zorgverzekering af te sluiten voor de zwangerschap. Want ik kom erachter dat er dus inderdaad geen verzekering is... die goedkoper is dan de eigen bijdrage waar ik op dit moment op zou komen. Ik zou dus voor de kraamzorg eigen bijdrage plus het kraampakket... zal ik €200 ongeveer aan eigen kosten hebben. En om dat gedekt te kunnen krijgen... zal ik naar een verzekering moeten gaan die uiteindelijk uitkomt op een jaarbedrag van ook... €250 meer dan mijn huidige verzekering. Dus het komt erop neer dat ik dan nog steeds €50 per jaar meer betaal. En het enige voordeel is dan dus wel dat je het eigenlijk gespreid betaalt. Dus je krijgt niet een rekening in één keer. Dus het kan zijn dat dat prettiger voor jou is. Dus eigenlijk zit daar gewoon niet zo heel erg veel verschil in. En het was ook bij de enige verzekering waar ik het echt tegenkwam, waar ik het nog een beetje betaalbaar vond, was het bij FBTO. Met dus die gezinsuitbreiding module. Dus mocht je toch graag verzekerd willen hebben, dan zou ik zeker die even checken. Ik vind sowieso dat het allemaal echt heel dicht bij elkaar ligt. Er zitten echt weinig grote verschillen in. Vind ik zelf. Als je echt gaat rekenen van
Wat je uiteindelijk betaalt aan eigen bijdragers en wat je dan weer terug kunt krijgen, dan kom je heel vaak gewoon bijna op hetzelfde uit. En ja, het is gewoon wat je kunt besparen per jaar is gewoon tientjeswerk. En als ik het zo bekijk, denk ik wel dat er in de tandartsverzekeringen nog heel veel verschil zit. Dat je daar wel echt verschil in kunt maken. Ongeacht of je het nou veel gebruikt of niet. Ik gebruik het niet heel veel, maar ik ben wel eens bijvoorbeeld bij de mondhygiëniste geweest. En dan kom je er op dat moment pas achter dat je daar maar zoveel procent van vergoed krijgt. En dat er dus ook andere verzekeringen zijn waarbij je dat wel voor 100% vergoed kunt hebben. Want dan ga je dus al meteen kunnen besparen als je dat aanpast. Dus mocht je nog iets aanvullends weten over je eigen verzekering wat ik nu niet heb gevonden, laat het me weten, want ik kan niet alle polissen af gaan speuren. Dan ben ik echt super lang bezig. Maar ik vind het wel interessant. Interessant onderwerp. Ik was er eigenlijk helemaal niet zo in thuis. Maar ik vind het wel echt heel erg handig dat heel veel mensen dus zo'n babypakketje met allerlei verschillende kleding per mate op Marktplaats zetten. Want ja, één kledingstuk, dat ga je natuurlijk niet via Marktplaats bestellen. Want dan is het vaak niet eens meer waard dan de kleding zelf om het te versturen. Dus ik vind dit echt heel handig. En het is ook wel heel verleidelijk om nog veel meer te gaan kopen. En overal te gaan kijken op Marktplaats. Omdat het natuurlijk veel voordeliger is dan je spullen gewoon in de winkel shoppen. Maar goed, ja. Ik wil dit gewoon een keertje proberen. Ik heb er ook verder nog een hele review over gemaakt op mijn blog. Dus wil je meer weten over het Marktplaats bestellen, kijk dan eventjes op mijn blog. Dan kun je daar alles over vinden. En ik heb nog meer dingen besteld. En ik zal ook daar eventjes inzetten wat ik nog meer heb besteld. En nu naar deze kleertjes kijken. Ah, echt een heel lief leuk broekje. Ik zal straks aan het eind hiervan eens vertellen wat ik voor dit pakket totaal heb betaald. Voor dit pakket, het hele pakket, heb ik €30 betaald en daarbij kwam nog €6,95 verzendkosten. Dus in totaal was ik €36,95 kwijt. Klein broertje. Ah. Leuk hè? Oh, zo schattig. Haalt van turnen en dat betekent haast, want die kon ik pas om 6:15 ophalen. Dus we zijn nu net thuis, het is nu 6:30 en om 7:15 moet ik weer bij de verloskundige zijn. Dus even snel pasta maken. Lekker geturnd, dus je zal wat trek hebben hè. Mm-hmm. Hoppa. Zo. We zijn bijna bij de verloskundige en Bart is weer een keer mee. Ja, yo. Gezellig. Yo. We laten zo wel even weten hoe het was. Hey, baarmoeder komt net iets boven je navel uit. Ik ben ook altijd wel heel erg veel aan het voelen. Ja. Vind ik leuk. Ik denk, het hoofdje is wel heel duidelijk, dus misschien een bolletje tegen. Ja, hè? Zo hard mag ik van Bart nooit duwen. Nee, nee, dat zeggen alle mannen hoor. Nee, ik weet helemaal niks van, dus dan maar beter voorzichtig. Wil je ook een keer meevoelen ja, of niet? Ja, ja. Hij zit iets lager. Oh, hij beweegt. We hebben hem wakker gemaakt. Ja, door al het gespit aan zijn hoofd gaat zijn hart wel een beetje horen hoor. Zo, nou, terug van de verloskundige. Het was allemaal een beetje gehaast vandaag. Maar goed, we did it all. En bij de verloskundige bleek dat, bloeddruk was weer wat omhoog gegaan. Dus eigenlijk ging alles goed volgens het boekje. Alleen maakte ze zich niet echt zorgen. Ze zei niet om dat ik me zorgen maak, maar gewoon even voor de zekerheid.
wil ze toch even een extra echo doen met 28 weken. En ik ben nu 26 weken en 5 dagen. Dus volgende week dan hebben wij een extra echo. En dat is omdat ze het aantal centimeters van mijn buik wat aan de kleine kant vindt. Dus het kan zijn dat de baby een beetje te klein is op dit moment. En voordat ik allerlei dingen ga speculeren over waarom dat zou kunnen en wat er aan de hand is. Dat ga ik nog niet doen, want het is alleen maar gewoon om te checken of het echt zo is. Dus ik ga er ook nog niet al te veel druk om maken. Dus jullie ook echt totaal niet doen natuurlijk. En gaat gewoon goed zo. En het is gewoon om te checken. Dus nou, dat gaan we allemaal zien. En ik hoop natuurlijk wel gewoon dat alles blijkt gewoon goed te lopen. Sowieso natuurlijk ook weer meer rust proberen te nemen. Dus bij deze wil ik ook zeggen, als de vlogs de komende tijd toch iets minder lang zijn of minder interessant content bevatten, dan kan dat ook een beetje daardoor komen dat ik gewoon even een klein beetje een rem erop moet zetten. Maar dat wil zeggen van de 100% die ik gaf, dat ik er dan misschien 80 geef of zo. Dus ik weet niet of jullie er echt iets van zouden merken, maar toch. Anyway, daarbij ga ik dus ook meteen deze dag vlog eindigen. I'm going to the relax modus voor nu. Dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen in nieuw vlogmas. En hou ik jullie natuurlijk ook op de hoogte hoe het allemaal verder gaat. Doei doei!